Hey en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Zoals je al kon zien heb ik er een heel erg chill ochtendje op zitten. En nu ben ik me aan het klaarmaken. Het is namelijk 11:30 en ik heb om 12:00 afgesproken met Danique. Want wij gaan, zoals je al aan de thumbnail en de titel waarschijnlijk had kunnen zien, kerstshoppen bij het tuincentrum. We gaan naar de Bosrand, dat is een van onze favoriete tuincentra. Die zit voornamelijk, geloof ik, in Zuid-Holland. Maar volgens mij zit ze ook rondom Utrecht, in Woerden of iets dergelijks. En ja, ik hou gewoon echt van de Bosrand. Het is relatief betaalbaar en ze hebben gewoon de leukste dingen. En Danique appte mij echt een paar weken terug. Oh my god, de intratuin en alles zijn weer open met de kerstshows. Wanneer gaan we? Dus in plaats van te wachten tot Vlogmas, doen we het vandaag al. Dan gaan we wel maar naar 1, want we zouden eigenlijk de hele dag hebben. Maar toen hebben we het moeten verschuiven. Of tenminste, dit is niet verschoven. Maar ik zou eigenlijk vorig weekend het verjaardag van mijn moeder hebben gehad. Dat ging toen niet door omdat ik ziek was. Dus die werd verschoven naar vandaag. Waardoor wij minder tijd zouden hebben. Dus daardoor zouden we tot 16:30 of zo hebben. Ook helemaal prima. Maar vanochtend is mijn moeder dus ziek wakker geworden. Dus dat gaat ook niet door. Maar inmiddels heeft Danique voor vanavond plannen. Dus lang verhaal kort. We gaan gewoon vanmiddag. En vanavond heb ik gewoon weer een lekker relaxed avondje hier thuis. Ik voel me gelukkig een stuk beter. Ik loop nog een beetje te hoesten. Heb ik ook gemeld bij Danique. Komt allemaal goed. Maar ik heb er gewoon helemaal zin in. Ik heb niet specifiek iets echt nodig. Ja, ik heb een paar lampjes nodig voor in de tuin. Van die zonne. Lampjes, hè, die worden door de zon opgeladen. Daarvan zijn er een paar kapot in de tuin, dus daarvoor wil ik even kijken. En verder heb ik niet specifiek iets waarvoor ik echt bewust ga kijken. Maar ik heb wel al helemaal zin om in de sferen te komen. Want ik ben ook achter de schermen al langzaam bezig met de vlogmas voorbereidingen. En ik heb er gewoon al helemaal zin in. Dus daar gaan we zo meteen doen. Ik moet nog even kijken, want ik zou eigenlijk dus met Danique daar afspreken. Ik zou geen auto hebben of zij zou me oppikken. Dus ik moet nog even checken wat het nu gaat worden. Ik heb nu inmiddels wel een auto gezien mijn moeder thuis zit. Maar het is echt om de hoek. Dus even kijken wat ik ga doen. Maar komt goed. Ik ga je in ieder geval meenemen. Wordt een soort voorbereiding op Vlogmas. Haast zo qua sfeer. Wordt echt een soort voorproefje. Niet zozeer voorbereiding. Een voorbereiding in vlog komt nog. Maar echt een soort voorproefje wordt het wel. En ik heb er helemaal zin in. Ik ben met Danique. Wanneer hebben ze jou voor het laatst gezien? Vlogmas? Ja. Zou best wel eens kunnen. Maar we hebben even een zijspoor, want ik zag de perfecte herfstjas. Ik heb het niet nodig, maar hij is echt lekker, lekker dik. Lekker, oké. Okay. Beetje afgeleid? En niks uit te zien ook? Heb je leuke schoenen gezonden? Ja, maar ook lekker met wol. Oh ja. Oh, dat is wel lekker inderdaad als het echt zo koud is. Ja. We hebben nu dus ineens snuggies gevonden, die je open kunt ritsen. Hoe chill is dit? Als je het dan bloedje heet hebt, kan die gewoon open hangen. Dan heb je wel nog warme armen, want soms wil je dat wel. Ja, is wel echt heel chill. Hoodie Jens. Ze zijn er wel echt, echt lekker. Ja. Maar heb ik nog een snuggie nodig in mijn leven? Want ik heb letterlijk een kerstsnuggie en een all year snuggie. Dat heb ik ook. Moet ik er dan nog een keer? Ik heb zo'n lekkere al. Dus... Ja, maar ze zijn wel echt heel leuk. Ze hebben ook gewoon trouwens badstoffen. Lekker. Gewone snuggies. Ook nog een hele collectie met allemaal... lekkere teddy dingen. Kijk hoe leuk deze pet is. Alleen mijn hoofd is altijd te groot voor dit soort dingen. Maar ik vind ze wel echt leuk. Ze hadden even een zijspoor. Even de cozy hoek. Maar kijk, we komen nou bij waar we voor kwamen. Voor de kerst. Even voor wie mijn vlogmas, zeg maar sinds mijn eerste vlogmas volgt. Dat was 2021 of zo alweer? Ja, zoiets. Toen hadden we een hert. Het zag er niet goed uit. Ze hebben dit jaar een gezondere versie. Hij is nog steeds erg iel en erg dun. Maar hij staat er wel gezonder bij. Die andere viel echt van zijn hoeven of zo. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar goed, we moesten hier dus heel hard op grinniken. Wat vind jij trouwens, Danique? Ik wil even je mening. Wat vind jij van zo'n boom? Waar je dus zeg maar geen kerstboom, maar wel waar je ballen in kwijt kan. Ja, vind je dat leuk? Ik vind deze mooi, want hij is zwart. En jij houdt ook van zwart en van modern. Ja. Dus ik vind dit inderdaad ook wel wat voor jou. Het is wel slim voor met de katten. Dit is niet ja, dat wel, maar het is dus echt niet mijn ding. Nee, waarom maar, niet? Ja, ik weet niet. Ik hou dan toch meer van gewoon echt een boom. Traditioneel, ja. Dit is ook echt leuk. Ik heb er alleen geen plek voor. Maar hoe cute is dit? Op de bank. Ik weet alleen dat mijn moeder hier blij mee is als ik het voor beneden op de bank koop. Oh, als ze erbij was, zou ik zeggen ik doe het. Maar ik denk niet dat ze blij is als ik het gewoon koop. We hebben hier een kaarshouder van een notenkraker. Ik weet niet of ik hem nou echt wil, maar hij is wel echt fantastisch. En mijn reactie was ongeveer... Ja,
Ik zou willen dat mijn camera gewoon continu op mijn hoofd stond. Ja. Hij is er zelfs nog in een groot formaat en dus in meerdere kleuren. Nou, alleen, ja, hè? In het klein. Oh, past daar überhaupt nog een kaars in? Klein. Ja, echt zo inimini. Ja, weet je, ze zijn niet in de goede kleur voor mijn kerstdecor, want ik heb gewoon rood met goud. Maar misschien komen we bij andere kleuren nog terug. Danique wil nu dat ik het meeneem. Ja, ik vind het schattig. Ik vind het ook wel leuk, want we komen overal deze kaarsen tegen in echt heel veel kleuren. Dus hadden ze dus straks ook in koele tinten. Maar eigenlijk nog iets veel geweldiger lelijkers daar. Als je verder loopt, helemaal bloem. Oh god, ik gok dat ik al iets gespot heb. Oh my god. Wat is dit? Die zijn gewoon creepy. Die langgerekte hoofden ook. Nee, is het van Haka Living? Oh, is het helemaal. Oh my god, nee. Oké. Okay. Wat ik wilde zeggen is, dit hebben ze ook gewoon bij de Action, als je ze leuk vindt. Dus ik weet niet of ze er nog zijn, maar ik heb ze daar gekocht. Maar wat is het? Waarom zou je dit willen? Weet je waar het me ook een beetje aan doet denken? Je hebt ook altijd van die lelijke gapers bij de apotheek staan. Oh, ja, daar doet het me een beetje aan denken. Oh. En het feit dat je hier dan 20 euro voor betaalt. Nog een set, hè? Ja, als set. Dat is niet heel duur, ik krijg hier twee. Nee, maar ik wil gewoon. Ik vind een euro al te veel voor deze ticket. Maar kijk wat er is gebeurd. Ooit was het dit. Oh my god, ze waren ooit 100. Niemand wil ze. Ik wou net zeggen, het zal wel zijn omdat ze gewoon niet verkopen. Oh my god, sorry. Als je dit mooi vindt, sorry. Niet mijn ding. Ze hebben hier ook nog een notenkraker kaars. In plaats van kaarsen standaard. €12,99. Het enige ding is, dit soort dingen brand je gewoon niet. En dit is echt heel idioot. Wie dat neer heeft gezet. Maar goed, ze hebben wel echt heel veel leuke kaarsen. Want ze hebben hier ook van die kerstboompjes die je overal ziet. Maar ook van die engeltjes. Die zijn ook heel cute trouwens. Van die rendieren. Ze hebben weer veel te veel leuks dan ik. En het is dat ik voor Elise al een piek heb gekocht vorig jaar in de kerstpakket. Maar kijk dan. Met oliebollen. Fantastisch. Ze hebben hier ook echt de meest schattige gingerbread dingen. En huisjes. Oh, dit is voor die kerstboom. Die vind ik dan weer een beetje te lomp of zo. Maar wel echt heel cute. Ja, en Danique is helemaal goed aan het gaan op dit thema. Koffiebar. Die is ook wel heel groot, heel cute. Die enorme cupcake. Fantastisch. Inmiddels zijn we in de funky foute hoek gekomen met van die bewegende benen en zo. En kerstmokken. Maar kijk, daar hebben ze ook deze fantastische mokken. Alleen ik heb wel zoiets van, als je dan de onderste hebt, zeker zo bij deze of zo, dan is het toch helemaal niet zo boeiend meer. Of ben ik dat gewoon? Ik spotte toch wat, jongens. Kijk, dit is toch geniaal. En deze ook. Ik geloof niet dat je hier een barbershop. Kijk, dan ik ga het even voordoen hoe groot die. Zo'n Asterix en Obelix vibe. Nee, maar je kan hier dus bloemen of zo in doen. Ze zijn wel echt fantastisch. Ze hebben daar ook andere. Maar ik spotte ze. En ik lag echt in een deuk hierom. Het is toch geniaal. Dit is echt het meest komische. Ze hebben kersttoiletpapier. Als ik dit nou gewoon sneaky ophang in de wc. Wat zou mijn moeder de reactie dan zijn? Danique is even aan het kijken hoe de Bosrand Express gaat vertrekken. Hoe leuk is dit gemaakt? Je kan er ook echt daadwerkelijk in. Met de kerstman ernaast en alles. Oh, dit scherm heeft even een error. Nou, kijk hoe cute. Dit is wel echt heel cute. Oh. Wij waren allebei een beetje duf van de honger. Dus we dachten, we parkeren de winkelwagen en gaan eerst naar het restaurant. Dus, loaded fries, ijskoffie. En hoe heet het ook alweer? Speculatten. En lekker kroketjes. Dan kunnen we er daarna weer tegenaan. Weten we nog dat ik hier jaren naar op zoek ben geweest? Nou liggen ze er dus echt in veelvoud. En ook niet duur. Het is echt heel erg dit. Deze zijn ook mooi. Zijn van die standaard brandende kaarsen. Zeg maar op elektriciteit. Op een batterijtje. Maar echt, ze zijn €27. Vind ik een beetje te veel. Maar wel mooi zo met die houtlook in plaats van een simpele kaars. Dit is ook zo leuk. Die paddenstoeltjes. En het geeft licht. Ik ben dus nog wel op zoek naar een idiote bal voor Elise de kerstpakket. En dit is wel echt een contender. Voor Wondels. Met allemaal laarsjes aan. Het enige ding is, Elise is een kattenmens. Dus ik vraag me af of dit hem wel of niet is. Maar kijk nou. Het is wel echt de slechtste bal die ik tot nu toe heb gezien. En dat is precies waar we naar op zoek zijn voor de funky, foute disco kerstboom. Kijk nou!
I'm a hot mess. Fantastisch. En ook die daarnaast. Kijk. Geniaal. Ik ben echt op zoek naar de meest foute bal voor Elise. Maar daar hangt zoveel leuks tussen. Ze hebben ook Sesamstraat. Met Cookie Monster en Elmo. En oh my god, het is ook echt fantastisch. Bert en Ernie. Ja, er staan er nog een paar. Ze zijn ook €15 per stuk. Maar wel echt fantastisch. Ik vind deze alleen iets wat heel groot om te halen. Ze hebben ook de Harry Potter zwevende kaarsen. En ik ben echt tempted. Want dit lijkt me fantastisch in mijn dak, op zolder. Alleen, hoe kom ik erbij? En hoeveel heb ik er wel niet nodig? Want ze kosten per 10. Kosten ze €19. En dit zijn er al 20. Dus dat wordt wel een heel duur grapje. Het is dat ik niet de funky foute boom heb van Elise. Want ze hebben hier echt hele leuke ballen ook. Voor zeg maar zo'n kleurrijk thema. Kijk dit. Of dit. Oh my god. Oké, die hebben ze ook in meer kleuren. Maar kijk, ze hebben ook deze leuke standaarden. Dit soort ballen. Ik vond deze zelf ook echt heel erg mooi. Maar ik hoef niet heel Elise de boom te vullen natuurlijk. Dus ik ga ze allemaal laten liggen. Maar kijk dan. Dit ook. Elise, als je dit kijkt. Ze hebben echt een fantastische lijn. Ik weet niet of dit Bosrand eigen merk is eigenlijk. Is dit Bosrand? Nee. Er is geen Bosrand. Elise, als je dit ziet. Of iemand anders die van dit soort foutere dingen houdt. Van lekker veel kleuren in de boom. Ze hebben echt een hele leuke collectie. Deze vind ik ook zo leuk. Alleen wat moet ik erin doen? Want het is echt zo'n vaas. Dus dan moet je dan van die bessentakken inzetten of zo. Maar ja, die gaan niet met katten. En ik vind hem wel duur, voor gewoon voor de gein. Maar ze hebben hier echt de meest leuke gingerbread dingen. Ik mag van mezelf geen mokken meer kopen. Maar ook dit soort voorraadpotten. Ja, weet je, ik heb het niet nodig. Maar kijk even hoe cute dit allemaal is. Oh, die is ook wel echt geniaal. Dit? Heel leuk, ja. Dit is zo'n van die hele slechte dingen. Die je in Amerika overal ziet. Maar toch is het leuk. Wij komen net ergens achter. En wat is... dat dit allemaal kerstboomstandaarden zijn. Hoe geniaal dat je kerstboom dan gewoon uit een hobbelpaard komt. Of uit een hond of uit een stapel cadeaus. Ik weet niet of ik het specifiek zelf zou willen. Maar het is wel echt geniaal. Net als dat zij echt helemaal gek aan het worden is. Van deze. Voor op je ramen. Of is het de kinderachtig? Het is wel redelijk kinderdingen, maar ik vind het alsnog cute. Ik vind het wel schattig. Ik heb niks mis met kinderdingen. Ik neem ze mee en dan... misschien wel buikjes, misschien wel mijn moeder zijn, anders neem ik ze. Ja, gewoon doen. Leuk. Het is inmiddels een aantal dagen later. Ik heb inderdaad de exactzelfde outfit aan, want hij zit comfy. Don't judge me. In ieder geval heb ik van de week niks meer gefilmd. Want zodra ik terugkwam van shoppen met Danique, was ik gewoon gesloopt. Merk dat ik toch nog niet helemaal 100% me lekker voel wat dat betreft. En het energielevel nog niet helemaal is wat het zou moeten zijn. Maar ik wil je nog even laten zien... wat ik heb gekocht. En er is iets heel leuks binnengekomen. Dat kun je namelijk hier al zien staan. Ik heb hier echt een enorm pakket van Lush. En de True Vlogmas kenners van mijn kanaal weten wat hierin zit. Mijn adventskalender van dit jaar. Even een disclaimer erbij. Ik heb hem dit jaar gewoon zelf gekocht. Vorig jaar heb ik het enorme privilege gehad om de Lush adventskalender... opgestuurd te krijgen. Dit jaar niet, helaas. Maar ik wilde hem alsnog heel graag hebben. Dus heb ik hem zelf besteld. Dit is hem. Dat ging heel soepel. Er liggen hier ook overal packing peanuts inmiddels. Maar dit is mijn adventskalender van dit jaar. Het is de 24 High Street, geloof ik dat die heet. Sorry, 29 High Street. Ik heb het... omhulsel er even afgehaald. En dan heb je dus dit als kalender over. Hier staat op wat er allemaal in zit. Ga ik niet naar kijken. Maar hier zitten dus 25 bad goodies in. Dus bubbelbars, badbombs, dat soort dingen. Helemaal up my alley. Kijk ook even hoe ontzettend tof dit eruit ziet. Het is gewoon best wel zwaar trouwens. Dat verwacht je niet met badbombs. Maar ik zal hem ook even open laten zien. Want de binnenkant is ook zo pretty. Je kunt hem namelijk open neerzetten... Oké, de binnenkant is toch wat minder pretty dan dat ik dacht. Wat zonde, er zijn echt al een aantal vakjes open zoals je hier kan zien. En hier zijn ze al ingedrukt. Ik snap ook niet zo goed hoe dat kan, omdat die opgevouwen is verstuurd. Maar ik ga even contact opnemen, want
even kijken of ik hier iets voor kan doen. Het is wel echt zonde. Ik hoop dat de producten die erin zitten dan wel goed zijn. Maar goed, in principe is dit dus het idee dat je hem zo open neer kan zetten. En dan al die vakjes dus elke keer openmaken. Het zijn dus allemaal elfen die erin zitten. En schattige dingetjes. Dus ik ben er echt mega blij mee. Ik ga even contact opnemen om te kijken of er iets omgeruild of whatever kan met die vakjes. Want ik vind het wel echt zonde dat hij nu al kapot is. Maar anders, ik hoop dat de producten heel zijn en dan zal het wel goed zijn. Voor nu heb ik hem in ieder geval weer even dicht gedaan. Ik heb even wat foto's gemaakt. Geen idee of ze wat aan kunnen doen. Maar gezien die toch wel prijzig is, ga ik het in ieder geval proberen. En ik wil je even laten zien wat ik dus nog heb gekocht van de week met Annick bij het tuincentrum. Ik heb best wel wat gekocht, ook aan cadeautjes. Dus ik kan je heel weinig laten zien. Twee dingen, om precies te zijn. Als eerste dit koekjesvormpje. Echt zo komisch. En voornamelijk ook, gaat dit er leuk uitzien als je straks het koekje echt hebt. Want vooral dit onderste gedeelte ziet er heel bijzonder uit, zullen we maar denken. Dus ik heb hem al doorgestuurd naar Sof. Want wij maken natuurlijk eigenlijk ieder jaar tijdens verloven samen dus koekjes. We zijn nog even een datum aan het afspreken. Maar het lijkt erop dat het ook weer gaat komen. Dus ik zei al, kunnen wij dit? Of wordt het heel lelijk? En Sof wist het niet zo goed. Ik dacht, we proberen het gewoon. Anders wordt het gewoon een rare blob. Maar deze. Hij kostte volgens mij €2,99. En dat is ook best wel een groot vormpje. En dus als tweede en ook gelijk laatste eigenlijk wat ik je kan laten zien. Heb ik hier nog iets waar ik zelf echt zo ontzettend verliefd op ben. Ik heb het verder ook nog niet gefilmd. Maar ik liep hier echt direct op af. En Danique en ik waren allebei van, oh my god, ja, dit is perfect voor mij gewoon. En ik had zoiets, oké, als het rond de 15, 17 euro is, dan haal ik het sowieso. En toen ging ik kijken, het was 22. En toen dacht ik, heb ik dat ervoor over? Dus Danique had zoiets van, weet je wat, doe hem in het winkelwagentje. En aan het eind kijk je gewoon hoe je verder qua budget uitkomt. En ik heb dus uiteindelijk verder eigenlijk niks voor mezelf gekocht. Alleen maar een paar cadeautjes en ook niet voor heel veel geld. Dus toen mocht het van mezelf. En dat is, tromgeroffel, dit fantastische gingerbread house. Amsterdamse grachtjes style huisjes. Die je dus zo leuk neer kan zetten. Daar kunnen dus ook batterijen in. Dus dan geven ze ook nog eens licht. Ik vind dit dus echt zo ontzettend mooi. Hij is ook aan twee kanten mooi overigens. Daar ging ook gelijk een heel verhaal er wat eraan hing. Maar hij is ook aan twee kanten mooi. Dus je kunt hem ook bijvoorbeeld midden op tafel zetten. En dan is het niet alsof er iemand naar een lelijke kant zit te kijken. Denk ook echt heel leuk straks met lampjes aan. Doet het nu natuurlijk niet, want er zit nog geen batterij in. Maar ik werd verliefd. Maar deze twee en dus een aantal cadeautjes heb ik gekocht. Dus ik heb me eigenlijk best wel goed ingehouden, vind ik. Je ziet echt in de loop der jaren, als je de vlog ziet van mij en Danique bij het tuincentrum, dat we echt in de loop van de jaren minder geld gaan uitgeven. Dus dat is op zich heel erg positief voor onze portemonnee. Maar het was gewoon echt heel erg gezellig en leuk. Maar nu nog even een wat serieuzer gedeelte van deze vlog. En daar ga ik even goed voor zitten. Want ik zit nu echt gehurkt en alles op de grond. Niet heel comfy. Zo, jullie staan even op mijn bureau op hoger. Dan kan ik even zelf lekker relaxed zitten in deze stoel. Maar een paar vlogs terug in mijn herfst cozy weekends vlog. Die vlak voor de vakantievlogs online is gekomen. Vertelde ik al kort dat ik van alles uit die vlog heb moeten knippen. Omdat er iets gaande was. Wat nogal naar was. Waar ik het over had gehad. Origineel in die vlog, maar waar ik het nog niet over kon delen. Was er toen heel erg vaag over, puur omdat ik gewoon echt inderdaad er nog niks over kon delen. En inmiddels ben ik zover dat ik het, thank god, kan delen. En dat ik jullie ook gewoon er meer over wil vertellen. Ik kan nog steeds niet heel veel vertellen. Gewoon omdat dat niet slim is. Maar wat er dus gebeurd was, is dat de vrijdag voordat wij op vakantie zouden gaan, ik mijn laptop dichtklapte en nog even een betaalverzoekje wilde overmaken naar mijn moeder. En ik er vervolgens achter kwam dat er ineens allemaal afschrijvingen op mijn bankrekening waren die ik zelf niet had gemaakt via Meta. Facebook, Instagram dus. Mijn Facebook bleek dus gehackt te zijn. Er bleek iemand te zitten in mijn zakelijke account. Dus ook in mijn business account waarin ik mijn advertentiebeheer heb. Hè. Als je een Facebook pagina hebt op zakelijk gebied kun je ook advertenties plaatsen. Dat heb ik ooit jaren geleden wel eens gedaan. En
daarmee stonden mijn bankgegevens dus ook nog in dat account. En die hacker is dus in mijn account terechtgekomen. Waarmee die dus voor echt honderden euro's aan advertenties had geplaatst en heeft uitgegeven. Dus ik schrok me natuurlijk echt helemaal kapot. Dus heb de hele avond in de stress gezeten. Al mijn wachtwoorden veranderd. Mijn bankgegevens verwijderd, et cetera, et cetera. Met het idee hem er in ieder geval eruit te hebben. Op mijn bankrekening alle betalingen die ik aan zag komen. Hè, van die dingen die er aankomen aan automatische incasso's. Heb ik allemaal gezegd, wil ik niet betalen. En de dingen die al zogenaamd betaald waren, heb ik gezegd, stort ze terug. Want ik betaal dit niet. Je snapt dat dat voor echt enorm veel stress zorgde. Maar ik dacht dus vrijdagavond toen ik naar bed ging van oké, ik denk dat ik alles gedaan heb wat ik kan doen. Ik denk dat ik de hacker uit mijn account heb. En nu is het wachten op de bank. Het is vrijdagavond, dus ik kan ook nog niet naar de politie stappen, et cetera, et cetera. Daar moet ik voor wachten tot maandag. Maar ik dacht in ieder geval dat mijn account weer veilig was. Bleek echter niet zo te zijn. Want de zaterdag daarna kreeg ik, terwijl wij door de stad liepen en over de markt gingen wandelen, tijdens dus die weekendvlog, kreeg ik allemaal meldingen dat er dus weer allemaal rare activiteit in mijn account was. Die kreeg ik allemaal door de tweestapsverificatie. Had ik eerder ook aanstaan overigens. En alsnog is de hacker erin gekomen. Dus zij was gewoon nog steeds bezig. Ik heb weer wachtwoorden veranderd. Op zondag was hij alweer bezig. Hij heeft ook ineens allemaal accounts aangemaakt op Instagram vanuit mijn naam. En mijn grootste angst was natuurlijk ook dat hij in mijn Instagram terecht zou komen. Omdat Facebook en Instagram aan elkaar gekoppeld zijn. Dus ik heb ze losgekoppeld. Mijn Instagram wachtwoord verandert naar iets anders dan Facebook. In de hoop dat hij daar niet in terecht zou komen. En tot op vandaag is hij daar dus godzijdank nooit in terecht gekomen. Maar ik klop het gelijk even af op mijn bureau. Want ik ben gewoon echt super bang dat het alsnog nog ooit een keer gaat gebeuren. Maar dat was er dus gaande. Ik ben uiteindelijk meer dan een maand bezig geweest achter de schermen om mijn account terug te krijgen, om de hacker eruit te krijgen. Ik heb echt mijn hele netwerk zowat aan mensen waarvan ik dacht, misschien kun je wat voor mij betekenen, gecontacteerd. Want Meta, Facebook, Instagram is gewoon geen contact mee te krijgen. En alle standaard dingetjes over ben je gehackt, doe dit, had ik al 20 keer afgelopen. En al die dingen werkten gewoon niet. De hacker had het voor elkaar dat mijn account, tenminste mijn computer en mijn telefoon als vreemde apparaten in mijn account stonden. En die van de hacker stonden er dus in als de goede apparaten. Waardoor als ik iets wilde veranderen of hem uit mijn account wilde gooien. Of haar of hun. Ik weet niet wie het was. Kreeg ik gewoon een foutmelding dat ik nog niet lang genoeg op dit apparaat ingelogd was. En dat dus niet bevoegd was om die aanpassingen te doen. Dus ik had eigenlijk gewoon geen poten op te staan. Ben ik dus letterlijk een maand mee bezig geweest. Ook tijdens vakantie en weet ik het wat. En elke keer kreeg ik weer een melding van iets geks wat er gebeurde. Dat er weer iets was gedaan. Of dat er weer wat was van alles en nog wat. Gelukkig waren mijn bankgegevens dus inmiddels uit mijn account. Waarmee ik daar niks meer mee kon. Maar ik ben echt een maand bezig geweest. Het is echt pas sinds ongeveer een week rond. Om de hacker uit mijn account te krijgen. En dat heeft voor zo ontzettend veel stress gezorgd. Het is niet voor niks dat ik ziek ben geworden nadat hij uit mijn account is. Want hij is er dus ongeveer een week uit. En ik ben al een week ziek. Misschien anderhalf à twee zelfs al met keelpijn. Dus al die stress komt er op deze manier uit. Wat ik heel logisch vind. Maar wel heel erg vervelend. Zeker met alles wat ik nog moet doen. Inmiddels is het dus gelukt om hem eruit te krijgen. Ik ga niet in de details treden hoe en wat en wie en... Dat ga ik gewoon niet doen, omdat ik bang ben dat diegene dit misschien dan ook ziet. En precies weet hoe die daar omheen wil komen. Laat ik zo zeggen dat ik inmiddels meer weet over cybersecurity dan de gemiddelde mens. Ik heb echt heel veel dingen gelezen en gedaan. Ik ga nog meer dingen aanpassen de komende tijd om alles nog veiliger te krijgen. Maar ja, dat was er dus gaande. Vandaar ook dat, ja, ik durfde het ook niet te delen terwijl de hacker nog in mijn account zat. Want mijn video's komen gewoon openbaar voor iedereen. En je weet het niet. Voor hetzelfde gaat kan de hacker mijn video zien, snapt hij het. En denkt hij, oh, ik kan via die weg nog even wat proberen. Dus dat. Vandaar ook niet te veel details. Maar ja, dat was er gaande. Ik heb echt slapeloze nachten gehad. Ik heb slecht gegeten. Ik heb me rot gevoeld, met een knoop in mijn maag op vakantie gelopen af en toe. Dus ik wilde het wel even delen, omdat ik natuurlijk toen niks heb kunnen delen. En dus een beetje zoiets heb van, ja, ik wil niet laten zien alsof alles maar roze geur en maneschijn is.
het altijd maar leuk. Want dat was het dus gewoon een periode lang echt niet. Ook even een hele goede reminder aan jou. Om je wachtwoorden te checken. Om te kijken of er ergens een wachtwoord in een cyberaanval heeft gezeten. Zorg dat al je wachtwoorden bij alle andere dingen die je hebt anders zijn, veilig zijn. Tweestaps verificatie aan te zetten voor alles. Weet ik het wat allemaal? Want dit wil je echt niet. En ik spreek uit ervaring. Wat ik ook hieruit heb geleerd is dat ik niet afhankelijk wil zijn van een platform als een YouTube of een Instagram of een Facebook. Mocht dit nog een keer gaan gebeuren, ik wil heel erg graag een jullie als mijn volgers ook op een ander platform dat echt van mij is kunnen bereiken. Dat als dit ooit gebeurt, ik niet afhankelijk ben van bijvoorbeeld mijn Instagram account of mijn YouTube kanaal. Dus ik wil voor nu eigenlijk voornamelijk een grote mailinglijst verzamelen. Zodat als dit ooit gebeurt, iedereen die op die mailinglijst staat gewoon van mij een mailtje krijgt en weet wat er aan de hand is. En zodat ik dan ook gewoon op die manier jullie kan bereiken en eventueel een nieuw account kan starten of via de mailing. Jullie alsnog dingen kan gaan sturen. Dus ik ga in de beschrijving even een linkje zetten voor een e-maillijst waarvoor je kan aanmelden. Als je me volgt, zou je me enorm helpen door dat te doen. Ik beloof ook bij deze om je niet te gaan lopen spammen met mails. Want ik weet dat dat iets is wat ik zelf ook heel irritant vind aan mailinglijsten. Dus ik ga je absoluut niet spammen. Ik ga nog even kijken hoe ik het vorm ga geven. Of ik gewoon een maandelijkse soort nieuwsbrief ga maken. Of dat ik alleen maar wat stuur op het moment dat ik echt wat te delen heb. Of ik moet nog eventjes gaan kijken hoe ik het precies wil vormgeven. Maar voor nu, als je me wil helpen om gewoon qua gemoedstoestand even wat fijner te zijn. Meld je dan aan via de link in de beschrijving voor mijn mailinglijst. Dan weet ik gewoon, als er ooit weer zoiets gebeurt, kan ik al mijn lieve volgers gewoon bereiken. Is er geen ramp gebeurd? Tuurlijk, het blijft nog steeds heel rot. En dit is letterlijk mijn werk. Dus de stress zal er alsnog zijn, mocht het ooit weer gebeuren. Maar dan weet ik gewoon, ik kan jullie op een andere manier bereiken. Dus please, 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 als je me volgt. En je vindt het leuk om mij te blijven volgen en me te steunen en te supporten. Dan zou je me heel erg helpen door op de mailinglijst je in te schrijven. Nogmaals, ik ga niet spammen. Ik ga echt, wat dat betreft, ik weet hoe irritant dat is. Dat ga ik niet doen. Maar ja, voor mijn eigen gemoedstoestand wil ik wel alvast even zo'n mailinglijst gaan opbouwen. Zodat ik weet, als er ooit weer zoiets gebeurt, dat ik daarop kan terugvallen. Dus please, doe dat. Is gewoon helemaal veilig dus. Dus ik ga ook niet jouw e-mailadressen laten uitlekken op zo'n moment. Ook niet. Dus don't you worry. Daar zou je me in ieder geval heel erg mee helpen. En ik ben ook heel erg blij dat ik dit nu eindelijk kan delen. Want het voelde gewoon niet echt om alleen maar vrolijke stories te posten en dit gewoon nergens te delen. Want ik heb echt zitten huilen en met een knoop in mijn maag rondgelopen en alles. En ik ben er letterlijk ziek van geworden achteraf. Dus wat dat betreft, heel fijn om nu gewoon de realiteit te kunnen delen. Inmiddels lijkt de stress gelukkig over. Ik heb aangifte gedaan. Ik heb mijn geld, als het goed is, allemaal terug / niet hoeven betalen. En ik kan weer in mijn account. Dus wat dat betreft, het lijkt over te zijn, waar ik heel erg blij mee ben. Maar ik ga wel nog even een heleboel cybersecurity maatregelen treffen zelf. En wil jij dus aanraden om ook even na te gaan hoe het bij jou zit met je cybersecurity. Want het is nogal een ding om er op deze manier achter te komen. Dus dat gun ik niemand. Check het vooral eventjes. En dan was dit denk ik alles wat ik wilde delen. Ik zit het nu echt met een lach op mijn gezicht te vertellen. Maar geloof me, zo zat ik er op maandagochtend bij. Nadat ik had gebeld met de politie die eigenlijk niks voor me kon betekenen toen. Het was echt een rot periode. Maar als het goed is, is het allemaal geweest. Dus ik gun mijn lichaam ook een beetje de tijd om nu inderdaad ziek te zijn. En even de stress eruit te laten. Maar goed, dit was alles wat ik wilde vertellen. Ik hoop dat je de video verder leuk vond. Lekker cozy, kerstig. Een soort voorproefje voor Vlogmas. Ik ben toevallig vandaag ook langs de Action geweest voor kerstitems. Dus er komt binnenkort ook nog een kerst Action Shop vlog aan. En natuurlijk volgende maand Vlogmas. Dus er komt nog een heleboel vrolijke kerstcontent aan. Waarin ik jullie gewoon lekker everyday mee ga nemen. Ik heb er zo'n zin in om jullie straks weer gewoon elke dag mee te nemen en te doen. En
gewoon weer met vrolijke dingen bezig te zijn. In plaats van een knoop in mijn maag rond te lopen rondom een hacker. Dus ja, mega, mega bedankt voor het kijken. Als je tot hier hebt gekeken en je weet niet wat je moet reageren, reageer dan een sparkle emoji. Lijkt me heel erg leuk. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan ook vooral op mijn kanaal. Klik ook op het belletje. En natuurlijk een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Doei doei!